Hartelijk welkom bij Rotterdam Centraal. De mijlpalen volgen elkaar snel op het vernieuwde station. Want afgelopen weekend is bijvoorbeeld perron 1 weer officieel in gebruik genomen. En dat betekent dat ook de internationale treinen weer op hun vertrouwde plek kunnen aankomen en vertrekken. Hoe het nu geworden is. Ja, uiteindelijk is het wel erg mooi geworden met dat hout. Mooi? Ja? Ja. Goed opgeknapt? Vorige week was ik hier nog, was het er nog niet en nu is het weer wel. Dus ja, heel mooi. Ja, vergeleken met de oude situatie als een enorme verbetering natuurlijk. Het is nu een station dat bij de stad hoort. Ja, netjes. Mooie natuursteen. Het is wel heel lang een gigantische rotzooi geweest en ze zijn nog niet helemaal klaar. Maar uiteindelijk krijgen we er wel een mooi voor terug. Elk perron wordt zo aangepakt. We beginnen aan de centrumzijde. En elke 4 weken stappen we over naar een volgend perron. Nu is het tweede perron buiten dienst. Na 4 weken komt dat weer terug. En dan gaan we door naar het derde, totdat we aan de noordzijde zijn. En als dat eenmaal af is, dan is het een prachtig mooi nieuw station geworden. Met mooi meubilair en mooie bankjes. Ook de zijgevel van het station wordt nog aangepakt. Nu kijk je nog uit over de stad, maar dat zal dus binnenkort veranderen. Wat je hier nu ziet is dat er een staalconstructie is gezet. En tegen die staalconstructie komt aan de buitenkant weer hetzelfde RVS wat ook voor het dak is gebruikt. Dus die beplating wordt helemaal doorgezet. En aan de binnenkant wordt het weer afgewerkt met hout. Hetzelfde hout wat tegen het plafond zit, hier boven het eerste perron. En hetzelfde hout wat er zit in de centrale stationshal. En ook de aankleding van het station vordert. In de stationshal wordt inmiddels gewerkt aan het grootste LED-scherm van Rotterdam. Een geschenk van het havenbedrijf aan Rotterdam Centraal. En langs spoor 1 zijn een kleine 30 vlaggenmasten geplaatst. Er wordt op dit moment ook nog volop gewerkt in de omgeving van het station. Zo is de verkeerssituatie aan het Weena de voorbije maanden aangepast aan de bouwactiviteiten. We hebben in het afgelopen jaar weer een volledige reconstructie van de weg gedaan. We zitten nu in de allerlaatste fase. Het asfalt zit er definitief in, het riool zit erin. We zijn nu aan de afrondende werkzaamheden bezig, waarbij de groenvakken nu ingericht worden nog. En de laatste straatwerkzaamheden in de Delftse Poort. En dat is echt het laatste wat er gebeurt aan grote werkzaamheden. En dan zijn we begin juli gereed en dat is eerder wat we verwacht hadden. Aan de andere kant van het Weena, ter hoogte van de Konradstraat en de Henegouwenlaan, naderen de werkzaamheden zijn voltooiing. Ook op dit stuk Weena zijn we in een afrondende fase. Ook hier zijn we bezig met de laatste werkzaamheden aan de groene vakken, de laatste straatwerkzaamheden en de laatste werkzaamheden om de verkeerslichten geregeld te krijgen. En dat is begin juli is dat gereed en dat is voor hier is dat nieuw, want het kruispunt met de Konradstraat had voorheen nog geen verkeerslichten. Ook in de Konradstraat zelf is inmiddels duidelijk hoe de inrichting eruit gaat zien. Wat gaat er gebeuren met deze fietsenstalling? Deze fietsenstalling wordt verplaatst naar het terrein naast de Proveniërstunnel aan de westzijde. Dus dat betekent dat jullie de Konradstraat langzaam maar zeker gaan schoonvegen? Ja, we gaan half juli starten met de voorbereiding voor de herinrichting. Na de bouwvak gaan we daarmee verder. En ook de bushaltes krijgen een facelift? Ja, ze krijgen een verhoogde buseiland, zoals dat nu eigenlijk ook is, maar dan van natuursteen. Om ook door te trekken wat bij Rotterdam Centraal ook gebruikt is. Er is natuurlijk ook gebruik gemaakt van natuursteen. Er komt ook een overkapping. Ja, we staan droog. Helemaal droog en windstil, want er komt ook een windscherm, bankjes, een opstelplaats voor rolstoelgebruikers. En hoe lang gaan jullie erover doen, alles bij elkaar? Naar verwachting najaar 2014. En waarom zo lang? Nou, het is vooral belangrijk dat de bussen door kunnen blijven rijden. Dus alles moet gefaseerd uitgevoerd worden. En we moeten ook rekening houden met bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de parkeergarage van het Groothandelsgebouw. Er wordt in Rotterdam al een paar jaar gebouwd aan de diepste parkeergarage van Nederland, de Kruispleingarage. Vorige week keken wij voor het eerst ondergronds. Maar wat niet veel mensen zullen weten is dat er ook een waterberging op de garage wordt aangebracht. Dit
is dan die waterberging? Ja, hier kunnen we het regenwater opvangen wat we eigenlijk over hebben, zeg maar, wat niet direct geloosd kan worden in de Westersingel. De Westersingel is, daar gaat verzameld al het regenwater van heel de stad. En dat wordt met het gemaal zeg maar, in de Nieuwwaterweg gepompt. Nou, dat gemaal moet bij stortregens te hard werken. En daardoor willen ze extra ruimte creëren voor water. Nou, en hier kan je ongeveer 3000 kuub water kwijt. Zeg maar. Dus dat stort over, dat komt hierheen en dat zakt weer terug. Op het moment dat het waterpeil zakt. Het moment dat het waterpeil weer zakt door het stoomgemaal. Nou, hij is 175 meter lang, 30 meter breed. Dus, en dan is hij 65 centimeter hoog. Ja, en daar zien we eigenlijk ook al hoe het bassin wordt afgewerkt. Er wordt eigenlijk een dakje opgemaakt. Ja, en er komt een vloer op van 12 centimeter. En daarbovenop een meter zand en dan krijg je de looppromenade. Ja, mensen dus hebben straks het niet door, maar eigenlijk hebben ze een stuk verlengde singel onder zich. Volgende week staan we in Rotterdam Centraal stil bij de bouw van de Luchtsingel en de heropening van een beroemd hotel in Rotterdam.